Yo, what up? Het is je boy Demo. Je kijkt weer eens naar een aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Dit keer gaat het over de reeks van de halve finale battles. En zoals altijd ben ik met mijn vertrouwde juryleden. Aan deze kant heb je Tim Beumers en onze gastjurylid van dit seizoen event ronde Faux. En aan de andere kant hebben we natuurlijk Kimo en onze Excellent. En de battle waar we het nu over gaan hebben is Knie versus Jera NK. En ik heb altijd zin om degene die hier nieuw is het woord als eerste te geven. Dus Faux, wat vond je van Knie Jera NK? Ik vond Jera, er zaten wel wat leuke dingen tussen. Ik heb hier een aantal bars opgeschreven uit de Mufasa bar, of dat hij door iedereen wordt verraden ofzo. Die vond ik wel uit en hij had maar maximaal 0.9 op school ofzo. Die vond ik sterk. Bij Knie, ik vond zijn delivery een stuk sterker dan die van Jera. Hij had een paar wordplays ertussen zitten, maar er waren niet echt bars waarvan ik dacht van wauw, dit is de shit die ik wil horen. Dus dat eigenlijk, man. Ik vond Jera, hij probeerde het met bars en Knie over, ja, Knie had gewoon een betere delivery, maar het was niet wauw. Oké. Nou horen we heel vaak over het feit dat zeg maar, de allereerste battle op zo'n event, zeg maar, de warm-up battle, dat het moeilijkste is voor de MC's. Kimo, vind je dat, dat de MC's een beetje het publiek warm hebben kunnen maken in deze battle? Ja, lauw warm. Ik heb ze alle twee voldoende gegeven, dus ja, op zich wel. En waar heb je je voldoende op gebaseerd? Ik sluit me grotendeels aan bij Faux. Qua bars vond ik Jera inderdaad ietsje sterker dan Knie. Knie had wel wat orkaanbars, die waren wel grappig. Hij had iets van een abortus-story. Ik weet niet of het vandaag echt waar was of niet, maar ik probeerde dan naar het meisje te kijken. De pijlen of zij wel of niet het abortus zou hebben gehad. Ja, en hoe keek ze? Ja, ik weet niet. Ze probeerden wel een goede pokerface op te zetten. Ze leken het hele poker? Ja, iets dan? Bars. Too soon. Hij heeft ook een hoek van Holland Line, zijn hoofd gaat Scheveningen staan, die was kakkerig. Voor de rest had ik eigenlijk niks op geschreven met Knie. Wat jij zei was van, hey, hij rijdt iets van Hakuna Matata. Je wordt verraden door je broeders, dus ik noem je Mufasa. Die kwam wel lekker weer uit. Hij zei iets van dansen als een bitch, dat lijkt op een spasmo van Mitch. Hij had wat Sinterklaasbars, je hebt geen ademsappel, maar een Apple laptop in je keel, dat vond ik wel nice. En eentje, het is niet per se heel hoog staan, maar hij zei ook, ik neuk je bij als je slaapt. En dat vond ik toch wel grappig. Tim, wat vond jij van de fire in deze battle? Het gevoel dat de performance, de delivery, raak was hier? Oké. Ik vond Knie sterker als dat je normaal doet. Hij is natuurlijk twee events geloof ik geskipt ofzo. Ja, het leek wel alsof hij wat bozer was als eerst. Alsof hij wat meer mean-mugging street-knie was opeens. En ik vond Jera echt duidelijk beter dan de vorige keer. De vorige keer dacht ik van, ja... Tegen Frans was dat. Ja, dan was hij gewoon niet zo. Dus, en nu dacht ik van, ja... Ik heb het gevoel dat hij wat beter zijn best heeft gedaan. En wat is het verschil dan volgens jou tussen die twee? Nou, ik dacht van, je bent aan het battelen. Vorige keer dacht ik van, je bent gewoon hierheen gekomen. en nu was het van, je doet ook echt mee. Dat is mijn gevoelsding. Mij heel erg opviel aan de battle, wat ik heel intrigerend vond, was dat Jera beweerde dat Knie had gezeten en dat hij alleen maar van Barneveld heeft afgeperst. En Knie niet keek alsof dat niet waar was. En ik dacht van, oké. Alright. Ja. Ik had echt zoiets van, stop de tijd, laten we het hier proberen. Het is een moment. Ja, ik weet niet, hebben jullie daar stukjes van opgeschreven? Want ik kreeg het niet helemaal mee. Hij gaf soort van details van, je hebt Raymond van Barnet wat afgeperst. Iets met wijven, weet ik veel. Een woordje op darten daarna, zag je. Ja, als je dart, je hebt een boel, maar een kamshot in je oog. Maar ja. Het ging volgens mij over wijven en Raymond van Barneveld en Knie, die met bepaalde info hem had afgeperst en daarvoor gepakt was. Ik dacht van, ik ben niet voor het zelfsnitje, maar niet de heer Moor. Is dat juice gewoon? Waar is de Nederlandse TMZ als je het nodig hebt? Waar is Para TV met de scoop? Ja, dat vond ik wel intrigerend. Ik had wel het gevoel dat, zeg maar, want ik was dan de battle aan het volgen en
Ik had wel het gevoel dat het super personal op een gegeven moment ja, dat je echt die standpunt van round ever in Punch-Out history ever. Kijken jullie tussen zo. Deze man kwam met zijn complete stamboog helemaal uitgeklapt en ontleed. Hij noemde ook wel echt namen van mensen, van oh, jouw nicht, die en die en jouw zus. Most personal ever. De vriendin van je zus, Brit. Maar vinden jullie dat dat moet kunnen, zeg maar? Dat je gewoon iedereen zijn naam gewoon... Tuurlijk, natuurlijk. Ik, vond het, ik had er moeite mee. Zeg je wel, ik had daar moeite mee. Meer omdat. Hij heeft het zeg maar, kijk, zussen, oké. Okay. Dat is normaal, moeders. Maar nu haal je gewoon de beste vriendin van je zus op de middelbare school. Jij moet wel een slet zijn, want je zus is ook een slet. Jullie lijken op elkaar. En je zus heeft het weer geleerd van Brit. Je weet wel, uit groep 5. Van hier in die school, daar en daar. En we zeggen gewoon dat op die school, die battle komt zak. Die chick weet net, die weet niet eens hoe het is. Ja. Die zus heeft nog een soort van, mijn broer doet mij aan battle shit, could get acting. Dus ik gooit gewoon een of andere Brit in de strijd. Die gewoon, het was nog net niet van, en jouw moeder had pas beoordelingsgesprek. En de manager die zei toen dat ze zeg maar altijd peukjes staat te roken met Frans. En dat ze met Frans heeft gezoend, die eigenlijk een relatie heeft met Brenda. Die denkt van, ja maar... Het was bijna goed in het einde. Ja, een soort van, oké, cool, dus het uitgevonden. Maar wat heb ik hier met hem? Ja, jouw two cents, Kimo. Hij zegt van, ja, moet kunnen. Hij heeft er dan wel wat meer problemen mee. Nee, het is niet, je hebt een probleem. Het is meer een soort van, wat is de meerwaarde om zo personal te gaan over iemand die echt helemaal niks mee te maken heeft. Dat en dat gooi je gewoon op YouTube. Die van dit die zit van de week gewoon een keer ergens over hem. Jij bent op de slet van die kelderbox. Ja. En zo, wat? Gewoon zo! Dat ook leidt naar een grotere punch of zo, op zijn minst. Ja, dan mag het wel. Ja, als het echt dan heel leuk gewoon leidt gewoon. Ja. Maar dat je gewoon ziet van, het was echt nodig om deze mensen te noemen en al deze elementen die je hebt onder, snap je? Ja, als het eindigen met dat Jenna zeg maar, als eerste Brit heeft gevingerd in een kelder of zo en dat het die van de manager was, dan was het cool. Ja, maar jij zei net van, klopt, ben je een beetje met hem eens? Ik heb zelf ook wel veel persoonlijke shit tijdens mijn battles, maar op het moment dat het nergens naartoe leidt, of dat er geen dikke bar waar iedereen gaat schreeuwen achteraan komt, dan heeft het geen meerwaarde. Dan kan je net goed punches over je tegenstander gooien en dan hopen dat het wel aanslaat. Maar nu was het meer gewoon info van oké, dit en dit heb ik ontdekt. Doe er wat mee. Jullie maken verder uit. Ik was vorige week 32 uur op de Snapchat en in de groepsapp van de school van je zus. Maar wat vind jij, Kimo? Vond jij het zeg maar goed gebruikt? Kwam er een... Kijk, het was gewoon eigenlijk iets verder dan normaal. Omdat Tim zijn baas, je moeder of je zus. Nu was het de zus en de beste vriendin, et cetera. Maar ik vond het verder niet echt heel schokkend of zo. Ik heb wel andere personal dingen gehoord dat ik echt dacht van wow. Dan noem je wel echt iets wat die mensen ook echt maken. Het was zo visueel. Het was gewoon, hij omschreef gewoon heel veel. Want ik gewoon dacht van, joh, je hebt echt tijd besteed om het uit te zoeken. Maar het was niet heel schokkend. Je zus is heel lelijk en ze heeft pukkels. En ze zit op de school en spelen. Ze is een school daar in Spijkenissen. En dan komen ze voor het eerst op school met kiesjes aan. En iedereen dacht van, oh, jij bent lelijk. Daarom die make-up. Want we verstonden. Maar dat vind ik op zich toch wel. Het is op zich cool. Maar dat is soort van, je zag het echt voor je van, ah. Gewoon, ah. Ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe zeg maar, deze kleine verschil van mening in wel of niet noodzakelijke personal zich vertaalt in jullie cijfers. En dan begin ik bij... Ik wil nog één ding. Jij hebt nog dingen? Ja, ik deed een hele ronde voor Popjorn. Waarom? Dat gebeurt wel vaker de laatste tijd ook. Ja, maar het is alsof, kijk... Oké, maar hoeveel bars? Dat ik snap dat je er toen niet was en dat er een hele sperzaak op je gegooid is. En dat dat zeg maar blijkbaar je 3 maanden later nog zeer doet en je dan nog iets terug wil zeggen, prima. Maar bijna een hele ronde? Dan denk ik van ja, je zegt een paar bars, prima. Maar ik vind dat je je wel laat kennen. Zo van, dat heeft me toen zoveel pijn gedaan dat ik het nu nog even helemaal over praat. En ik van ja, het is iets te lang doorgegaan. Ja, je geeft het zeg maar. Je geeft je tegenstander eigenlijk een soort van bevestig je hoe hard zijn ronde toen was, dat je er nu nog even een hele ronde tegenin moet gaan. Als hij er niks over had gezegd, was het een soort van, weet toch? En misschien had hij die ronde wel nodig om misschien wel te winnen tegen Jera ofzo. Ja, gewoon iets met Jera ofzo. Laten we de cijfers doen, Tim.
Ik heb voor allebei een 7 staan. Okay. Omdat ik Jera wat harder vond qua bars. Maar af en toe dacht ik, ja, je kan beter. En knie vond ik best wel goed en af en toe van. Misschien dat ik, weet je wat, ik ga voor de 6,9 voor knie. Omdat ik Jera uiteindelijk toch naar de praat van net een milliseconde harder. Oké, okay, dus 6,9 voor knie. En 7 voor Jera. Oké, duidelijk. Excellent, jouw cijfers voor deze battle. Ja, ik zit ook daar in de buurt ongeveer. Ik vond Jera iets creatiever met de bars. En knie had meer performance. Knie bracht meer vuur in zijn performance, zeg maar. En Jera had iets meer creativiteit. En ja, ik ben toch iemand die toch dan in dat geval als het close is, gaat toch voor de bars en creativiteit. Dus Jera 7,1 en knie 7, man. Oké, 7,1. Kimo? Ik geef knie 6,5 en ik vond ook de bars van Jera beter en dan krijg hij 7. Voor jouw cijfers? Ik geef knie een 6,1 en ik geef Jera een 6,3. Omdat ik inderdaad de bars van Jera iets sterker vond. Ik moet er wel bij zeggen dat als knie zijn bars gaat ontwikkelen, dat die wel een probleem gaat zijn. Omdat zijn performance wel gewoon echt zo sterk is. Maar nu mist de shock value. Hij mist de ingrediënten. Dat is opbouwen. Hij heeft de ingrediënten zo pakken. Ja, moet nog een beetje komen. Ik ga deze cijfers even uitrekenen en dan kom ik zo terug met de gemiddelde. Oké, okay, daar ben ik weer en dit zijn de eindcijfers. Onze knie is geëindigd op een 6,6 en Jera NK is geëindigd op een mooie 6,8. Dit zijn natuurlijk niet de enige mensen die beslissen wie er uiteindelijk wint. Ook jij hebt kunnen stemmen. En als je nu naar de website gaat, kun je zien hoe deze stemming is afgelopen. En wie dus de winnaar is. Volg ons ook op social media, Punch Out Battles. Je weet zelf hoe we dat doen. En ik zie jou de volgende keer bij een nieuwe aflevering van The Judgment. Bedankt aan onze jury. Ja, graag gedaan, man. Beumers, Fo, excellent. En natuurlijk Kimo. En mijn naam is Demo. Bang, bang.